De brandweer is dinsdag met meerdere wagens uitgerukt voor een brand in een woning aan de Leemptstraat in Nijmegen. Eén persoon moest ter plaatse worden nagekeken wegens het inademen van rook. Rond 10:30 rukte de brandweer uit voor een woningbrand aan de Leemptstraat in Nijmegen. Vrij snel na aankomst van de brandweer is er opgeschaald naar middelbrand. De brandweer schaalt op naar middelbrand als er sprake is van slachtoffers of om meer personeel ter plaatse te krijgen. De brand is ontstaan in de kelder van het pand. Hierna is de rook omhoog getrokken het pand in. De brandweer heeft het pand ontruimd en de naastgelegen panden ook. De brand is waarschijnlijk ontstaan door werkzaamheden. Uit voorzorg is een ambulance ter plaatse gekomen om eventuele slachtoffers te controleren. De brand is geblust, er zijn voor de rest geen slachtoffers gevallen. Nadat het sein brandmeester is afgegeven, is de brandweer het pand gaan ventileren. Alle bewoners zijn door de politie en de officier van dienst van de brandweer ingelicht over wat er verder gaat gebeuren. Stichting Salvage komt ter plaatse om de schade op te nemen.